Ik zeg altijd volger. Dat mag ook. Hallo volgertjes. Dat mag. Zou ik dat dan doen? Nee, volgertjes. Ik ga vandaag met Ferrans in de les, met Belly. Voor de eerste keer, hè? Ja, ik heb er zin in. Is het spannend? Ja. Wat ga je doen? Ik ga dressuur doen. Want zonder dressuur... kan je geen springen doen. Precies. Hey. Nou, succes, denk ik. Ja, Bel. Dat doen we niet, hè? Nou, dat krijg je met kinderen. Die doen alles rennend. Dus ook kinderponies doen alles rennend. Hallo Penny Pony. Hoe gaat het? Ben je er bijna klaar voor? Heb je er zin in? Nee? Nee? Oh, nou, Ferris is best lief hoor. Heb jij een spannende jas aan? Ik heb je lief gekregen. Hoe lief is dat dan? Met allemaal paardjes. En daar is ons paardje. Die gaat ook lekker rijden. Zadeltje erop. Ben je er klaar voor? Word je zenuwachtig? Ik moet even naar de camera praten, dan bestaan we je. Oh, sorry. Ja, handschoenen pakken. Zoekt en gij zult vinden. Daar, blauwe. Ja, hoor. Zo, daar gaan we weer. Dat is wat je doet als Pennymoeder. Kindjes voorzien van spulletjes. Alsjeblieft, ook niet eigen kindjes, maar wel hulpkindjes. Dag hulpkindje. Daar gaat ze. Deze heeft gewoon nog stro in de staart. Zo, daar komt Tess. Waarom heb je een krukje? Nou, dan kan ik net wat beter het samen optillen. En waarom til je het zadel op? Dat het in de kamer komt. Dan, en ik zorg dat het hier zo zit. Aha. Tips van Tessa. En ook nog een tip. Doe hem altijd hier in, want anders verschuift je dekje. Waarin? In je dekje. Ja. En deze, als je geen zin hebt om een kras te maken, doe je gewoon zo. En dan vallen ze er weer tussenuit. Tadaa! Hallo kijkers. Ik zeg altijd volger. Dat mag ook. Hallo volgertjes. Dat mag. Zou ik dat dan doen? Nee, volgertjes. Dat doe ik. Oké, okay. Ik ben er klaar. Ja? Ja? In de maak. En lachen. Oké. Okay. Hallo volgertjes van Hart voor Paarders. Ik word altijd toch een beetje zenuwachtig als ik weer even niet voor die camera heb gestaan. Maar jij, Tessa, jij wordt wel echt een beetje een ster zo. Ik ben wel een beetje jaloers op. Met al die mensen en al die handtekeningen en al die avonturen. Maar inmiddels heb je dus een nieuw pony. En hoe heet jouw pony? Ik doe nu net als op. Bente August Bella. Bente August Bella. Of zit die wel of van Bella? Oh, Bella. Maar wat betekent dat van Bella? Nee. Ja, heel goed. Nou, ik ga het dus even jouw pony schat, bekijken. Ik doe dus namelijk nu alsof ik het ook nog niet heb. Even kijken hoe ze eruit ziet natuurlijk, want ik wil wel looks.
of niet? We willen wel een beetje uitstralen. Ziet er mooi uit, geniet? Ja, ik denk dat Del mij wel leuk vindt. Ja, ja, ik vind het ook een gave kleur. Een beetje zo chestnut en dan die witte haren, vosje. Huh? Nou oké, okay. Wat wil je vandaag gaan doen? Een beetje dressuur. Ja. Echt? Ik denk dat Bel eigenlijk lekker de rembaan op wil. Ja. Misschien. Nou, dat komt later. Later. Okay. Dus we gaan dressuur rijden en we werken aan onze... houding. Laat maar zien. Stap maar, want ze wordt een beetje ongeduldig van die vraagjes van mij. Nee. Als jij er maar naar luistert. Hè? Huh? Ja. Maar heb jij nog goed nagedacht over die houding van jou? Huh? Ja, dus je elleboog zacht gesloten aan je lichaam. Kijk naar mij. Want als je naar mij kijkt, kijk je namelijk ook al een beetje naar boven. Dan laat je teugel iets langer. Laat je teugel maar iets langer. Maar je elleboog hou je wel zo aan je lichaam. Goed zo. Been mooi dan. En dan ga je even voor mij, klinkt gek misschien, even inademen door je neus en uitademen. Zodat je helemaal voelt dat door jouw ademhaling zij ook met jou mee gaat ademen. Goed zo. Oké. Dus in jouw houding, hè, was ook belangrijk voor het springen, maar net zo goed voor die dressuur. Ik ga dat even herhalen. Elleboog zacht gesloten naar een dragende onderarm voor je uit. En dan die hand zacht gesloten aan de teugel. Je ringvinger, ga eens ontdekken en voelen dat je ringvinger dicht in het contact zit. En als zij dus in het contact pakken van jou, dus aannemen van jou, met het poppetje te veel gaat schudden. Ja, dan denk jij maar, ik laat die teugels nog even ietsjes langer. Dus ga niet proberen om die teugels korter te maken, want dan haal je eigenlijk te snel al het contact naar je toe. Je moet altijd proberen om het eerst voor je uit te hebben. Want anders wordt ze een beetje ongeduldig en zij moet ook nog wennen. Zij moet nog gaan leren om jouw knedende hand, jouw inwerkende hand te gaan vertrouwen. Oké? Okay? Maak maar een overgang naar de drap. Dat. Goed zo. Oké. En dan blijf je dus mooi met dat been lang naar beneden licht duwend op je beugel. Dat doe je keurig daar, Tessa. Goed zo. Elleboogjes aan, onderarm dragen. En pak elke keer een punt in de baan waar je naartoe wil. Zodat door het kijken naar dat punt je eigenlijk al in de beweging mee aan het rijden bent. Zo. Nou kan je heel simpel, dressuurmatig, tempowisselingetjes gaan maken. Maar voor nu wil ik dat je voelt dat jij één gelijkmatig tempo aan kan houden. Met andere woorden, je mag dus niet te snel naar voren, te veel voorwaarts. Maar je hoeft ook niet te veel terug. Goed? Dus daar gaan we aan werken. Dat we mooi vanuit jouw houding... En het aangeven van jouw been naar je hand toe. Een tempo kunnen aanmaken wat onder controle is. En waarin we zien dat Bella haar geeft en haar pasjes afmaakt. Zoals hier. Keurig. Voel je dat, Tessa? Dat je hetzelfde tempo aanhoudt. Goed. Elleboog is dus mooi zacht gesloten aan jouw lichaam. Voel je dan ook dat jij daar wat extra steun, wat extra support aan hebt? Ja. Dat jij dus minder meewiebelt, maar eigenlijk steeds stiller zit. Voel je dat? Goed zo. Oké. Ja, als ze daarin iets te veel terugkomt, dan ga ik je een handigheidje meegeven. Dan gaan wij in het pasje waarin ze te veel terugkomt, je lichtrijpasje iets versnellen. En dan gaan we kijken, ja doe maar, dat je pony op jouw versnelde lichtrijden al naar voren gaat, zoals hier. Voel je dat? Supergoed, maar nou mag je je lichtrijden weer iets gaan vertragen. Laat hem maar zien dat je langzamer gaat lichtrijden. Zo, ga maar langzamer lichtrijden. Voel je dat je pony nu terugkomt? Hé,
En naar die stap. Beloon maar een keer. Supergoed. Ik vind wel dat jij een hele knappe pony hebt. En ik ben echt onder de indruk dat je je been zo mooi lang en stil naar beneden houdt. En dat je dus voelt dat je eigenlijk niet zoveel been hoeft te geven om dat tempo te bepalen. Super knap. Hey. Oké. We gaan aan het veranderen. Ik vind wel dat Bella een heel mooi zwingend achterbeentje heeft hoor. Hey. Heb je je pony zelf uitgekozen? Ja. Helemaal alleen? Ja. Oh ja, hoe heb je de... Sorry? Ik moet helemaal zelf kiezen. Helemaal zelf kiezen. Worden. Maar je mag wel even met mij kletsen. Alleen het tempo gaat dan nu wel meer naar voren, naar voren, naar voren. En we gingen... Ja, nou dan heeft ze daar wel mooi op gereageerd. Vertraag je lichtrijden juist. En dan hoef je niet langzamer te blijven lichtrijden totdat ze helemaal terugkomt in tempo. Maar net weer op een punt waarin jij voelt dat jij je balans mooi houdt. Zij de pasjes afmaakt en voelt dat jouw pony zich ontspant. Zo. Goed zo. Blijf in je hand zacht gesloten aan die teugel kneden. Soms voelen wij niet direct wat dat doet, die zacht gesloten knedende hand. Dat geeft niet, dat komt vanzelf. Want jouw pony gaat wel merken dat jij op dezelfde manier blijft vragen, contact maakt. Nou ga je je lichtrijden weer vertragen, dus langzamer, totdat je voelt dat ze gaat stappen. Keurig. Goed gedaan. Ik denk dat het tijd wordt dat je even je duim omhoog moet doen. Goed zo. Zij gaat straks wel heel mooi in een boogje lopen en in de hals vallen. Dat hoeven wij niet af te dwingen. Wij moeten werken aan onze eigen houding, balans, contact. Goed zo. Nou pak je het contact weer aan. Dus op, goed zo. En dan draaf je aan. Zo, goed zo. Denk je dat jij klaar bent om mij een galop te laten zien? Oké. En hoe ga je die galop in? Leg mij dat eens uit. Okay. Dus je gaat proberen om die galop door het versnellen van je lichtrijden mooi in te rollen. Keurig gedaan, Tessa. Supergoed. Blijf kijken waar je naartoe rijdt. Goed zo. Zit hè? Makkelijk. Denk maar dat je in een comfortabel stoeltje zit. Tess. Goed zo. Been mooi lang naar beneden. Voel de galopsprong en volg het ritme van de sprong voor sprong voor sprong. Gaat geloof ik nog wel iets sneller dan dat ik het uit kan leggen. Hoor je dat nog? Oké. Braaf. Goed zo. Dat proesten is een goed teken. Weet je nog waarom? Ja, dan gaat ze vanuit het aanspannen naar ontspanning. En dan gaat ze eigenlijk een beetje met jou praten. Dus als jouw pony een keer doorproest, dan kan je altijd met je stem belonen. Braaf. Dan kan zij ook even daarop ontspannen. Wat zeg jij? Ja. Zal ik je een geheimtje verklappen? Ik doe ook altijd stiekem praten met mijn paarden. Maar in een proefje mag je niet te hard praten. Ja, dat is heel goed. En altijd als je van de jury afrijdt, want dan zien ze niet dat je je lippen beweegt. Zo, goed zo. Oké. En even stap, laat de teugels maar lang. Tessa, ja, dat is wel een beetje in ene keer hop. Want wat als er nou iemand binnenkomt of wat als ze wat hoort en wat als ze even nog iets van buiten afkomt en ze vliegt aan. Heb je dan al voldoende balans dat je heel snel kan ingrijpen?
Oh, jij hebt een handig tussenstukje bij dat zadel. Oké, dat is wel een slimme. Maar wat ik je ermee wil uitleggen is dat, als ik dan zeg, laat het contact maar lang, blijf altijd in een zacht gesloten contact en niet compleet los. Daar ben je te los. Je weet hè, bij mij mag je eigenlijk niet al die ponykunstjes. Omdat ik wil dat je uiteindelijk bewust bent dat je ten alle tijden bij je pony blijft. En vaak aan die hele lange teugel en dan zeker nog een keer je voet uit de beugel, ben je los. Als je groeit naar je balans en je hebt heel veel zekerheid en vertrouwen, mag dat van mij wel. Want dan weet ik zeker. Ja. En toen bleef je weer zitten. Maar je hebt natuurlijk nog een ponytje maar net. En het duurt, het heeft tijd nodig voordat het hele vertrouwen komt. Maar ik vind echt dat je een hele leuke pony hebt. En even voor alle kijkers. Er komen natuurlijk, en die zijn gewend, heel veel reacties. Maar niet vergeten dat Tessa nog en heel jong is. En nog heel veel moet leren. En dat ze nu een ponytje heeft dat het eigenlijk ook allemaal nog moet gaan leren. Dus stapje voor stapje werken we aan vertrouwen om te beginnen. Aan het contact. Aan Tessa ontwikkeling en ook de ontwikkeling van de pony. Dus dat ze een keer met de koppertje schudt of dat is niks aan de hand. Het heeft alles te maken met de juiste verbinding tussen haar been naar haar hand en het contact wat de pony aan haar wil geven. Ik vind dat ze het super goed heeft gedaan. Ik ben trots op jullie. Mijn moeder zei ook dat wij een hele speciale band hadden. De eerste keer toen we gelijk verliefd. Ja. Nou, ik denk dat je er ook heel verliefd op mag zijn. Ik ben ook stiekem een beetje verliefd geworden vandaag. Hey, goed gedaan. We sluiten af met één goede rit, hè? Nou, dit was nog een goede rit, of niet? Ja. Dat noem ik een goede rit. Een goede training. En weer wat geleerd. En nogmaals, jij bent natuurlijk heel erg verliefd op je pony. Ik ben ook een beetje verliefd op Belle. Hè? Goed gedaan. Ik ben En lachen, want je weet wat ik altijd zeg. Een dag niet gelachen is... Ik heb nooit over mij gezegd. Je volgt mij toch ook al eens als ik een soort nepvlogje op Facebook zeg? Oh. Nou, dan moet je moeder toch wat vaker dat laten zien. Ik zeg nee, altijd, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Dus blijf vooral met een glimlach op je paarden en ponies. Tot de volgende keer.